En we gaan vandaag niet slaan, Josse. Ik doe het niet, maar ik adopteer je alleen en dan ga ik... Maar één vraag, waarom ben je hier vandaag? Josse. Hallo Josse. Mag ik jou wat vragen? Ja, wie ben u? Ik ben van Dit Was Nieuws. Oké, maar... dat was het nieuws. Ja, dat was het nieuws. Nou, van de week bleek uit berichtgeving van het AD dat bepaalde christelijke scholen niet meer volledig het paasverhaal durven te vertellen. Uit angst dat ouders van moslimleerlingen daar negatief over zouden reageren. Dat vinden wij als PVV een slechte zaak. Ouders kiezen niet voor niks voor een christelijke school. En wij vinden ook dat het stadsbestuur eigenlijk steun zou moeten uitspreken voor die scholen. Om gewoon de eigen cultuur, de eigen normen en waarden van Nederland te behouden. En het christendom hoort erbij. En het paasverhaal is het belangrijkste christelijke verhaal. Ik heb een vraagje. Dat is lastig, hè, als je staat hier. Ja, zeker. Ja, dan ga je wel achter. Dat is zeker lastig, heb je gelijk. Maar mag ik jou wat vragen? Is goed. Ja, en dan gaan we de drukte in. Is goed. Mag ik jou wat vragen dan? Ja. Oké. Okay. Moet wel het statief goed staan, hè? Nee, we gaan doen. Het camion. Is goed. Je moet leren. Ja, daarom dan vraag ik of jij even stil wil staan. Groep de Mos heeft overal een mening over. Is ons opgevallen. En vindt u niet raar dat Groep de Mos muisstil was over dit onderwerp? Ja, heel raar. Ik had meerdere partijen, ook het CDA had ik aan mijn zijde verwacht. Maar er was eigenlijk alleen maar kritiek op de PVV. En wij moeten dus voor de christenen kennelijk de kooltjes uit het vuur halen. En als echte cultuurchristenen komen we dan althans op, enkele collega's en ik, voor het paasverhaal. En het is eigenlijk schandalig dat de raad dit een beetje bagatelliseert en weglacht. En vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Heel jammer. De Haagse gemeenteraad die zou afstand moeten nemen van Trump. Wat vind jij ervan eigenlijk als Po-nieuwsverslaggever? Helemaal niks. Helemaal niks? Zou jij afstand genomen hebben? Ik vind niks. Waarom vind je niks? Ik vind niks, ik heb geen mening. Dan heb je geen mening dan, je hebt altijd een mening. Ik heb geen mening, ik stel altijd de vragen, dus ik ben benieuwd naar andermans mening. Dus jij bent eigenlijk een lompe boer zonder mening? Een lompe boer? Ja. Waarom passeer je dat ik een boer ben? Nou ja, je hebt een heel mooi accent. Dankjewel. Ik heb gelezen bij de Rage FM dat jij zei dat de PVV veel zouden schreven. Maar ik zie de PVV bijna nooit in het nieuws. En Groep de Mos zie ik dagelijks in het nieuws. Hoe verklaar je dat? Ja, hoe verklaar je dat? Omdat wij natuurlijk goede ideeën hebben. Kijk, als je ze hoort, dan gaat het bij de PVV om een loszittende hoofddoek. En dan gaat het bij de PVV niet om Den Haag beter te maken. Hè. Ze hangen natuurlijk aan Geert Wilders, een briljant politicus. Maar die doet niet mee in Den Haag. Ja, en de lokale fractie van de PVV heeft geen feeling met de stad. Dus ze komen ook niet met ideeën. Jij denkt er niks over? Nee, ik denk wel dingen, maar dat zeg ik niet. Ik wil niet echt vergeleken worden met Bassie, want Bassie is gewoon een chagrijn. Laten we eerlijk zijn. Nog één vraag over Groep de Mos. Ze hebben natuurlijk nu een D66er in de partij erbij. Denk jij dat dat invloed heeft gehad op hun keuze wat betreft niks te zeggen tijdens het paasdebat? Ja, dat was wel duidelijk dat het vandaag van invloed was. Want ze hebben ons niet gesteund om het paasverhaal op christelijke scholen te verdedigen. En dat is wel heel jammer. Dus wat ons betreft is die invloed per direct duidelijk geworden. Helaas. Dat zijn topbeelden, hè? Zeker, ja. Je bent fan? Ja, ik kijk wel regelmatig Po-nieuws, ja. En op Scheveningen is de moskee helemaal niet aan de orde. Sterker nog, dat is de populatie ook helemaal niet naar. Nou, je ziet wel steeds meer Turkse en Marokkaanse jongeren in de Scheveningen wonen. Dus de kans dat die mensen uiteindelijk een moskee zouden willen hebben, die kan over 5 jaar misschien wel aanwezig zijn. Nou ja, wij horen die geluiden helemaal niet. Waarom vind je Bassie een chagrijn? Ja, ik hoor wel eens verhalen over hem. Maar ja, het is geen kindervriend. Maar ja, dat moet je zelf weten. Ik ben wel een kindervriend. Dus vandaar. Ik kan niet begrijpen hoe Erdogan ermee wegkomt onze natie-overblijfselen te noemen. Wij zijn. Aan het einde van de dag was het toch Nederland. We zijn toch wel een land wat nog steeds homorechten verdedigt, vrouwenrechten verdedigt en zo. En dat wij zo worden afgeschilderd als naties, dat vind ik gewoon onacceptabel. Maar de kinderen die hoeven toch niet te stemmen? Nee, maar er komt een tijd dat ze natuurlijk wel gaan stemmen. En dan hoop jij dat ze op de SP gaan stemmen? Ja, ze mogen in feite zelf weten waar ze op stemmen natuurlijk. Hè. Elke partij heeft wel wat natuurlijk. De SP doet niet mee dit jaar, wat vind je ervan? Ja, jammer. Want hoe meer mensen met verschillende ideeën meedoen, hoe breder de democratie uitgedragen wordt. En hoe beter het is voor de personen in het algemeen. Vind je het niet een beetje een politiek correct antwoord? Als Adel Pieter de spits kan, dan doe ik mee. Ja hoor. Nou, bij deze de vraag aan de trainer, de vraag of Adel Pieter bij kan. Ook op landelijk niveau vinden wij dat de grootste partijen... Landelijk niveau? Jullie zitten toch niet landelijk in de politiek? Nee, we zitten niet landelijk in de politiek, maar de politiek is natuurlijk wel landelijk. Is lokaal en landelijk. En wij zien natuurlijk ook ontwikkelingen in het landelijke politiek waar wij niet blij van worden.
He, dat partijen uitgesloten worden vinden wij niet van deze tijd. Doe je dan een beetje op de PVV? Nou ja, daar kun je natuurlijk van maken wat je wil natuurlijk. Maar er zijn wel partijen die worden buiten het kabinet gehouden, buiten colleges gehouden. Omdat ze op een andere manier denken en dat vind ik niet correct. Hij loopt, ja. Eigenlijk bedoel je zeker de PVV? Nee, dat kun je zelf invullen. Er zijn meer partijen die... Welke partijen worden nog steeds nog meer buitengesloten dan? Ja, nou, ik vind alle partijen die nu niet in het kabinet zitten, die worden buitengesloten. Want er had mee gepraat kunnen worden. En als ze water bij de melk hadden gedaan, hadden die ook in het kabinet kunnen zitten. Het wordt tijd dat een hond niet meer als een ding gezien gaat worden, maar als een levend wezen dat met respect en liefde behandeld moet worden. Dolf, jij bent natuurlijk bekend als cabaretier en je mag vaak opdraven in linkse programma's, linkse praatprogramma's. Wat vond je van deze dag? Nou, er zit al zoveel suggestie in jouw vraagstelling. Linkse praatprogramma's, links bestaat helemaal niet meer, al heel lang niet. Als je ego zo in de weg zit dat jij even denkt, ik kan even boodschappen doen. Nou, dan moet je ook maar gewoon zorgen dat je ook gewoon de verantwoordelijkheid kan nemen. Ik ben wel eens hier of daar te zien en te horen, volledig correct. En vandaag waren we hier om het PO, het basisonderwijs, te ondersteunen en te zorgen dat die ermee redelijk betaald worden en redelijke beloning en klassen een beetje deugen en al die dingen. En dat is waarom ik hier ben. Nou, als ik zo om me heen kijk, er zijn vrij weinig straffen als het om dierenmishandeling gaat. Ik bedoel, wij zijn de stem van de dieren, dus ik maak me er echt hoe dan ook van uit. Mijn slogan is, don't start if you can't finish. Je zei, we zijn heel divers. Mocht er een moskee komen in Rijswijk, gaan jullie dan voorstemmen? Daar gaan wij niet voorstemmen, nee, duidelijk niet. Nee. Dus zo divers zijn jullie ook weer niet? Nou ja, we zijn wel divers, maar we zijn er ook van mening dat wij in Nederland een christelijk land zijn. En daar horen geen moskeeën in thuis. Als iemand een moskee wil hebben, dan zijn er voldoende landen waar het vol zit met moskeeën, waar je ook heerlijk kan wonen. Dan hoef je dat niet hier te doen, terwijl wij hier de kerk aan het sluiten zijn en dat er daar in de plaats moskeeën voor komen. Nee, daar zijn wij geen voorstander van. Wat ik goed vind aan de PVV en Forum voor Democratie is dat, ze spreken mij wel aan als ze praten over hun policies en over wetten over immigratie en dat soort dingen te hebben. Dat spreekt me wel aan. En ook wel het verdedigen van vrijheid vind ik ook een heel belangrijk onderwerp. Heb jij nog paaswensen voor de kijkers? Ik heb heel veel paaswensen voor de kijkers. Ik koester elke dag dat je gezond bent. Ik wens de kijkers heel veel gezondheid toe en geniet ook een beetje van de vrije dagen. En daarnaast zou het ook wel leuk zijn als het wat lekker weer wordt. Ik heb ook mensen van ons gezien, maar die stonden er gewoon tussen en niet zo herkenbaar als... Als misschien anderen. Dus die schamen zich eigenlijk een klein beetje voor de kleding van Groep de Mos, of niet? Ik kan het me niet voorstellen. Moet je nou eens kijken, joh. Groen-geel? Hey, ik bedoel, onze stadskleuren? Nee, daar kan je je niet voor schamen. Emiel Roemer die is hier niet bij. Dat is natuurlijk de grote man van de SP. Wat vind je ervan? Nou, ik ken hem niet persoonlijk, dus ik hou hem een beetje op de achtergrond. Meneer Roemer, als er meer vluchtelingen komen, dat kost toch allemaal geld? En als de Nederlandse belastingbetaler dan ook nog geld moet betalen, hoe kunt u dat dan aan de burger verkopen? Nou, dat beetje wat we betalen om mensen hier op te vangen, daar staat er geen verhouding op wat bijvoorbeeld multinationals aan belasting ontwijken. Jij vleit voor de SP, daar moet u toch ook wel een mening over hebben, of niet? Ik ben dus gevraagd, maar ik flyer niet echt. Ik flyer deel wat kaartjes uit, zeg maar. Ik heb jou net zien flyeren. Ja, ik heb net zien flyeren, maar dat was omdat jij erop vroeg. Ali, goddienst. Mag reizen overal, mag niet uit. Maar naar Arabisch land alleen tegen de Israël bespoor, niet tegen de Joda geloof. Nou ja, wat Pegida doet is mensen tegen elkaar opzetten en mensen een hekel aan elkaar laten krijgen. En dat moeten we met elkaar niet doen. Ze hebben ongelijk. Ja, die hebben volledig ongelijk. Ik vind het echt schandalig wat die dat doen. Dus spijt me zeer dat ik dat zeg. Waarom je zegt die Joda Basbor mag niet? Nou? Ja, omdat er eigenlijk een hele lijst is van moslimlanden die Israëlische paspoort, inderdaad. Maar dat die mensen met die paspoorten niet binnenlaten, dat is toch eigenlijk hetzelfde wat Trump doet, of niet? Israël is illegaal land. Als iemand met Israël paspoort mag niet naar ons komen. Dus dan mag je ze discrimineren? Nee, het is geen discrimineren. Mag ik dan alsjeblieft het einde doen van het item? Dat ik de mensen een handje schud? Nou ja, vooruit er maar. Oké. Ik wens je veel succes. Ja, mensen, dit was het nieuws en groetjes iedereen naar Twente. Dan gaat deze rond. Bedankt. Afgelopen, hè? Het is gewoon klaar nu, hè? Het is zeker klaar. Ze zien alleen mijn hand nu.